Goedenavond. Er zijn al mensen die ons weten te vinden. Gezellig. Goedenavond. Hoi, hoi. Na 2 weekjes vakantie zijn we weer gezellig live vanavond. Ik heb weer iets leuks uit bedacht. Tenminste, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik wel in elk geval. Ik zag de mal van Dutch Doobadoo, deze, met de envelop. Toen dacht ik van, goh, het zou leuk zijn als je daar nou eens een gevulde envelop van zou maken. Dat je een leuk cadeautje in kan geven. Of een leuk album in kunt maken. Dus toen ben ik aan de slag gegaan met een beetje passen en meten. En toen heb ik deze envelop gemaakt. Oké, jij kom je mag ook naar de Ladies Night. Ik zal hem even openmaken, de envelop. Tadaa. En zo is die aan de binnenkant. Allemaal leuke dingetjes in verstopt. Ik ben met de Fuse aan de slag geweest van Memory Keepers. Dan heb ik bijvoorbeeld dit leuke label met pailletjes. Leuk schutlabel of van schutkaartjes. Is ook erg leuk bij de Fuse. Ik heb met een simpel rietje een soort toverstafje gemaakt. Ik heb er een kaartje in gemaakt om een cadeaukaart in te verwerken. En op het andere stukje heb ik ook nog wat verstopt. Een leuk zakje met vrolijke snoepjes. Goedenavond allemaal. Iedereen die nog binnenkomt vallen. Sluit gezellig aan. Ook dit zakje heb ik met de Fuse gemaakt. Dus ik laat jullie vanavond even zien hoe dat gaat. Oh, de Ladies Night is morgenavond, Gea. Dat is jammer. Maar overdag is natuurlijk ook gezellig, toch? We gaan vanavond dus deze envelop maken. Ik zal nog even laten zien met de mal van Dutch Doobadoo. Voor de mensen die wat later invallen. Het is natuurlijk leuk om er zo allemaal kleine dingetjes in te maken. Maar het is natuurlijk ook leuk als je aan beide zijden een klein albumpje erin maakt. Of een kaartje en een album. Ook leuk voor je vakantiefoto's in te verwerken. Ik heb met een klittenbandje dichtgemaakt. Ik kan natuurlijk ook een magneetje gebruiken of een strik. Hoi Petra. Omdat morgen de Ladies Night het thema heeft Tropical Summer, dacht ik, ik gebruik het papier Tropical Summer. Dan komen we al een klein beetje in de stemming. Hoop ik. Het weer doet nog niet zo heel veel tropisch. Maar goed. Het zal morgen vast wel een gezellige avond worden. Met of zonder tropisch weer. Ik wil gaan beginnen met de basis maken. Ik ga gewoon van start. Met de mouw van Dutch Doobadoo. Gewoon op wit kaartstok. Ga ik hem overtekenen. De meeste mensen van jullie zullen wel weten hoe dat werkt. Maar ik zie toch af en toe nog wel wat vragen hier en daar eens voorbij komen. Dus ik denk, ik laat het toch even zien nog. Ik leg hem gewoon op mijn vel. En de buitenzijde teken ik over.
Dan vragen mensen wel eens af hoe je dan zo'n strak lijntje kan tekenen, omdat de buitenkant nog wel eens wil verschuiven. Ik gebruik daar meestal het snijapparaat voor. Hallo allemaal. Dus, ik moest hem natuurlijk ook nog eerst rillen. Het rillen, ik kan ook met het apparaat van vaten. Papier en rilstandje zit erop. Dus ik ga dat even aftekenen. En dan duw ik hem ook door het apparaat voor de rillijnen te maken. Je ziet dus dat de buitenkant is de tekening over met potlood. Dat is eigenlijk het contour. Dan heb je hier nog een dun lijntje. Een opening. Dat is eigenlijk voor designpapier. Dan heb je hier drie lijntjes langs elkaar. En het middelste daarvan is de rillijn. Dat is bij deze ook. Is die in beeld? Hallo allemaal. Dus ik ga nu even snijden en rillen. Dan hebben we de basis al klaar. Het makkelijkste van de avond. Het is wel de kunst dat je goed kijkt dat je niet met je mesje gaat rillen. Het zal niet de eerste keer gebeuren dat mij dat overkomt. Dus hier ga ik met het rilstukje erover. Ja, het is heel fijn dit apparaat. Ik kan niet meer zonder eigenlijk. Ik merk dat ik ook steeds vaker gewoon ga gebruiken om te rillen. Omdat het zo makkelijk gaat eigenlijk. De punt die ga ik wel even gewoon knippen met het schaartje. Soms snij ik dat ook wel eens op de snijmachine. Maar knippen vind ik ook altijd nog wel erg fijn. En zo hebben we eigenlijk al de basis klaar. Ik ga hem even omvouwen. Maak ik daar nog een oud vouwbeentje voor. Die is al heel oud. Even kijken. Ik ben mijn kaartencarrière ooit gestart bij mijn oom. Die maakte kaarten met origami, met theezakjes. Was ik echt nog jong. Ja, of 8 of zo. En uit die tijd stamt dit vouwbeen nog. Het is wel leuk dat het zo lang al meegaat. Ja, de basis van de gevulde envelop klaar. We gaan hem bekleden met het vrolijke Tropical Summer Design papier van Noordesign. Ik heb de stukjes al voorgesneden, want ik denk het wordt anders wel erg langdradig als ik jullie daar helemaal naar moet laten gaan kijken. Dus ik heb gekozen voor, even denken hoe ik het ook al had gedaan, voor dit als buitenzijde. En dan ga ik de binnenzijde helemaal geel maken. Hallo allemaal, iedereen die nog binnenkomt. Ik zal nog even laten zien wat we gaan maken. Ik zie dat er nog best wel veel mensen binnenvallen. Dat is wel leuk als je een beetje weet wat we gaan doen. Ik ga vanavond aan de slag met deze mal van Dutch Doobadoo. Ik had al verteld, toen ik hem zag, had ik meteen het idee van, goh, daar moet wat in. Het kan natuurlijk een albumpje zijn. Ik heb gekozen om er allemaal leuke kleine spulletjes in te bewaren. Ik heb hem met een klittenbandje vastgeklit. En aan één kant heb ik met de Fuse een leuk verpakkingje gemaakt met wat gezellige snoepjes. Voor aan één zijde. Aan de andere zijde heb ik een kaartje gemaakt voor een leuke cadeaubon. Ik heb een shakerzakje gemaakt met de Fuse. Laat ik nog allemaal zien vanavond hoe dat werkt met de Fuse. En ik heb een ster op een rietje geplakt. Dat kun je natuurlijk nog verder hartstikke leuk bewerken met, ik zou hier misschien nog een strikje maken. Een leuke tekst of een leuk figuurtje erop. Een leuk stempeltje.
ik heb hem vooral deze heel neutraal gehouden, zodat je er nog alle kanten mee op kunt. We gaan echt gewoon de basis maken vanavond. Terug naar deze. Ik ga alles vastlijmen met de Dutch Doobadoo alleslijm. Ik ga even kijken of ik de goede kanten lijm. Hij zit verstopt. Ja, lekkere vrolijke kleurtjes, hè. Het mag nog wel, hè. De zomer is nog lang niet voorbij. En we hopen toch nog wel op een paar mooie warme dagen. Helaas gaan de kinderen maandag weer naar school. De vakanties zitten er alweer op. Maar dat mag de pret niet drukken. Oh, ik zie dat ik hem iets te groot heb gemaakt. Ja, het past nog. Deze op de flap. En dan de binnenzijde. Het is altijd fijn van zo'n papierset dat de... kijk nou wat ik gedaan heb. Heb ik hem verkeerd omgemaakt. Ja, morgen hebben we nog een tropische avond. Ik ga even kijken of ik daar nog een mouw aan kan passen. De voorbereiding toch niet optimaal geweest. Deze er nog op. Even kijken of ik nog een stukje geel kan vinden. Nou, we gaan voor deze. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Om hem om te draaien vind ik hem niet zo leuk eigenlijk. Nu ga ik dat wel even goed meten. Dat hij goed... Ik heb wel eens vaker gezegd dat ik een beetje een ei ben met aan de achterkant tekenen. Dus ik ga het nu ook niet weer doen. Dan heb ik hem daar alsnog verkeerd. Zo. Zijn er mensen die morgenavond naar de Ladies Night komen? Ik ben wel benieuwd wie ik allemaal ga zien morgenavond. Hoi Nicole. Leuk dat je nog even mee komt kijken. Oh, dan ben ik helemaal in de bonen, geloof ik. Dan zit ik in de verkeerde. Nu klopt hij wel. Kijk, dat is ook nog wel leuk zo. Met het geel. Oh, gezellig, Jacqueline. Allemaal leuke dingen op het programma. Leuke tombola. De sponsorprijzen van de leveranciers. Ook erg leuk dat zij zo meedenken. Potloodlijntjes weg. Nou, ik ga ervan uit dat hij er morgen weer is, Ilse. We hadden een beetje leveringsproblemen, geloof ik, afgelopen week. Dus als het goed is, zou die morgen erbij moeten zitten. Nu gaan we over naar de binnenkant. Naar... hoe zullen we ze noemen? De bandjes om alles bij elkaar te houden.
Daar heb ik ook al een klein beetje voorwerk voor verricht. Ik ga het er even bij pakken. Daarvoor heb ik een strook van 18 centimeter breed bij 5 centimeter hoog. En die heb ik aan allebei de zijden op 1 centimeter gerild. Doordat je hem rilt, krijg je dus een plakflapje. En dan kun je hem er zo op plakken. Ik ga nog even die andere snijden. Even kijken, 5 centimeter. Ja, het zal een gezellige boel worden, Tera, denk ik. Alle dames bij elkaar. In een hobbywinkel. Met ook nog een tropisch thema. En die rillen we op 1 centimeter. Je kan de plakrandjes ook iets dunner maken. Dan heb je dus iets minder ruimte om er iets tussen te maken. Maar dan klemt het beter. Dus het ligt er een beetje aan van wat wil je er allemaal tussen steken. Hoeveel plaksel je eraan smaakt. Hoe groot je plakrandje wordt. Die plak ik op het oog. Dan denk ik van, oh, zo zit die wel goed. Een verse lijmpot. Er komt nog lekker veel uit. Oh, aan deze zijde precies hetzelfde. Moeten we daar natuurlijk nog een designpapiertje op maken. Designpapiertje wordt dan 15,5 bij 4 centimeter. Bij 4,5 centimeter, sorry. Dus dat kunnen we hier nog mooi van maken, denk ik. Ik zal hem even recht afsnijden. Even kijken. Oh, het gaat precies. Kan er wel voor gemaakt zijn. Even kijken. Zo. Zo, we hebben twee stukjes. Het is een leuke mal, hè? Kijk eens, krijgen we een geheel zo met die ananassen. Die kan er ook op. Hoi Mieke, gezellig dat je nog mee komt kijken. Oh, ik zie dat deze een beetje te kort is. Dan gaan we er dadelijk wel wat leuks op verzinnen nog. Zo. En nu gaan we over naar de binnenkant. Dan ga ik eventjes... Wat zullen we eerst gaan doen? Eerst met de fuse, denk ik, hè. Dat is wat leukste. Dan ga ik eventjes de mat erbij pakken van de fuse. Ik weet niet of er mensen bekend zijn met de fuse. De fuse is een apparaatje. Nou, het zou zijn een soort penachtig. Er zit een wieletje aan. Tandwieletje.
Dat wordt warm. Je steekt hem dus in de stroom en dan wordt hij warm. En dan kun je daarmee plastic aan elkaar verbinden. Door de warmte smelt het plastic aan elkaar. Ja, bij de fuse zit deze tool. Als je hem koopt. Dan zit... Even in mijn etui kijken. Er zit een standaardje bij. En dan zit nog een opzetstukje bij. Je kan dit tandwieletje vervangen voor deze. En er is nog een set met losse bovenkantjes te koop. Met hulpstukjes. Waar je weer andere patroontjes mee krijgt. Bij de fuse zit ook deze liniaal. Die is ook erg handig omdat die hier in het midden de opening heeft. Waardoor je je fuse tool, als die warm is, zo heel mooi recht kunt laten glijden. Bij de fuse tool is ook een mat. Die is te hittebestendig. Oh, wat die kost geen, dat weet ik eigenlijk niet. Op de website of... De webshop staat die bij de Facebook Live van vanavond. Daar staat ook de prijs bij, maar ik zou even zo niet durven zeggen wat die kost. Er zit een, bij de Fuse kun je dus de hittebestendige mat kopen. En ik heb het eerst in het begin zonder mat gedaan, maar het ging toch niet zo fijn als met mat. Dus het kan zonder mat, maar doe het vooral dan wel op een glasplaat of iets dergelijks. Niet op je gewone snijmat, want dan smelt die ook. Bij de mat zit, daar zit een soort van bakje hangt eraan. En daar kun je de fuse insteken als die warm is. Want hij is nogal erg heet. En zo kan er niks gebeuren. Ik ga hem even in de stroom steken. Dan kan hij vast opwarmen. Van de fuse zelf heb je allemaal zakjes, plastic zakjes en dergelijke die je kunt gebruiken. Zelf kies ik gewoon voor een insteekhoesje van de HEMA of iets dergelijks. Ik kies wel voor een iets dikkere kwaliteit, dus niet de hele goede kopen, maar dat je toch wel iets dikkere insteekhoesjes hebt, zodat je een mooier effect krijgt. In je creatie, als je vaak een dun insteekhoesje hebt, dan gaat dat ook kreuken en zo. En deze zijn iets dikker. Daardoor werken ze ook iets fijner. En ze blijven wat mooier. Dan ben ik wel een beetje een ei geweest, want in de bakje waar ik hem bewaar, hebben ze een beetje dubbel gezeten. Ik denk dat ik daarvoor een van mijn lieve kinderen mag aankijken, die daar ook wel eens aan rondsnuffelen. Maar goed, dat komt wel goed. Ik ga het zakje wat ik dadelijk ga maken met de shaker. Ik zal hem nog even uit de andere envelop laten zien. Enveloppen ergens neergelegd. Altijd te weinig hobbyruimte, mensen. We gaan dit zakje maken met de shaker. En ik wil deze pailletjes erin gaan verwerken. Ik vind die passen wel mooi bij het designpapier. Waar is die? Dat komt mooi overeen. Even kijken of die al warm is. Ik voel dat die begint de warmte af te geven. We gaan het gewoon proberen. Als het niet lukt, als die nog niet warm genoeg is, hebben jullie dat ook meteen gezien. Ik ga wel eventjes de maat een beetje afmeten van het zakje. Hij is ongeveer 6 centimeter bij, wat zullen we hem ongeveer maken? Bij 6,5. Nu maakt de lengte van het bovenstuk nog niet zo heel veel uit, omdat ik hem eerst ga vullen voordat ik hem dicht ga maken. Dus ik pak eventjes een pen en dan teken ik even ongeveer 6 centimeter af. Ik begin aan deze kant hier onderaan. Hier is al een van zichzelf, van het insteekhoesje al zelf, een lijntje gemaakt. En daar ga ik gewoon handig gebruik van maken. Dat is mijn liniaal. Mijn fijne liniaal.
Dan teken ik even op 6 centimeter ongeveer. Ik kan hem iets. 6,5, 6. Dat ik ongeveer weet waar ik moet zijn. Nu is het eigenlijk handig als je hier in deze lijn kunt fusen. Zullen we maar een werkwoord van maken met de fusen. Kunt gaan, maar om dat hier zo op te doen vind ik niet zo handig, want dan kan ik niet goed zien wat ik doe. Dus ik leg hem toch iets van het randje af. En dan ga ik hopen dat ik recht ga fusen. Kijk, ik het zakje recht leg. Is het een beetje te zien? Moet ik wat meer schuiven trouwens? Is misschien wel handig, hè? Maak ik wat beter in beeld. Nou. Ik ga eigenlijk heel rustig gewoon met het wieletje langs de liniaal over het insteekhoesje. Als het goed is. Ik weet niet of het goed te zien is. Zie je nu dat er een verbinding is gemaakt. Tussen de boven- en de onderkant van het insteekhoesje. Ik ga hem nu eventjes knippen. Zodat ik wat meer ruimte heb om hem te vullen. Want dat gaat zo natuurlijk niet zo heel handig. Dus ik knip hem gewoon even royaal af. Dan kan ik daar nog eventjes bij knippen. De rest van het insteekhoesje bewaar ik. Voor nog meer te fusen. Straks of dadelijk. Ook dat hier, hier is hij al vast. Maar het is wel leuk als je bijvoorbeeld hier aan de zijkant dan nog zo'n stikrandje maakt. Dus je kan hem gewoon blijven gebruiken. Dan is hij toch nog niet warm genoeg geweest, want zoals je ziet is hij losgegaan. Dus we gaan er nog een keertje voor. Ik ben een beetje ongeduldig van aard natuurlijk, dus het is niet altijd handig met zo'n dingen. Het is ook niet de eerste keer dat ik mijn fuse zakje gevuld heb en dat vervolgens alles aan de onderkant eruit valt. Oh, ik plak deze aan mijn vingers. Ja, gaan we het nog eens proberen. Kijken of die warm genoeg is. Hoi Leni. Ga ik heen en terug. Nu zie je dat hij warm genoeg was. Dan heb je dus een leuk zakje. Dan ga ik daar een paar pailletjes een beetje overhevelen. Achie, ik weet niet wat de fuse zo kost uit mijn hoofd. Als je even naar de webshop gaat, daar staat die bij de Facebook van vanavond. Staat die in het mapje. Dus dan kun je even kijken. Er staat ook de fuse mat bij. Ha, Brigitte, nee hoor. Mij gebeuren ook altijd van die rare dingen. Maar het houdt het spannend, hè. Als dat allemaal nou goed ging in één keer, dat is natuurlijk ook niet zo leuk, hè. En van fouten leer je. Ja, met de andere punt inderdaad snijdt hij meteen door. Klopt, Nicole. Dan hoef je niet te knippen, maar ik vind dat ribbelig randje juist wel wat hebben. Oh, gelukkig. Petra heeft er ook last van. Ik voel me wel gesteund zo, dames. Dankjewel. Nou, ga ik deze erin. De turquoise.
Nou, ik krijg er wel een beetje tropisch warm van al. Maar dat komt misschien ook door de fuse warmte. Even kijken. Het blijft nou allemaal mooi zitten. Dan kun je hem leuk opvallen. Het is ook leuk als je bijvoorbeeld een daarachter nog een designpapiertje met een leuke tekst maakt of zo. Wat je erin steekt. Ook leuk met foto's. Je kan er een leuke foto in steken. En dan bijvoorbeeld nog wat schutmateriaal. Wat leuk is, je kan hem in alle vormen met de fuse kun je maken voor je, voor je schutgedeelte. We gaan er nog een beetje leuk roze bij doen. Flamingo roze. Vasthouden voor morgen niet, maar ik hoop dat ik morgen niet zo morgen alles vlekkeloos verloopt. Hè. Dat jullie een gezellige ladies night hebben. Schudden we dat een beetje door elkaar. Dan vind ik dat er toch nog een klein beetje meer roze bij mag. Dat het een beetje leuk verdeeld is. Die doen we er nog in. Oh, de pailletten vliegen door de kamer. Nou, zo ben ik wel tevreden. Die blauwe mag er nog wel in. Nog een blauwe. En dan ga ik hem dicht sealen, zullen we het noemen. Dicht fusen. Waar er dan werkwoord van gemaakt. Hè? We fusen hem dicht. Hier is nog een verdwaalde roze. Oh, ik bedoel de warmte. Oh ja. De warmte mag ik de hele winter wel vasthouden. Hè? Ik hou niet zo van de koude wintermaanden. Even kijken hoe groot we hem zullen maken. Dat hij ook nog een beetje leuk shaked. En dat we hem een beetje gaan verstoppen onder de label. Ik vind dat dit wel een leuk maatje is. Heb ik niet gemeten, doe ik gewoon een beetje op gevoel. En nu gaan we hup hup babba druk. Nu is die hier weer los. Doen we daar nog een beetje fusen. Ik had toch even moeten wachten totdat die iets warmer was, geloof ik. Maar ja. Je ziet, je kan goed herstellen. Zo zie je dat je een leuk zakje hebt. Ik zal hem nog eventjes een beetje bijknippen. Echte model. Moet kijken dat ik niet te dicht langs het randje knip, want knip ik daar nog een randje. Het zal allemaal maar weer gebeuren. En nog een klein reepje. Zo. Nou, we één shaker zakje af. De bruine matte, Arie, heb ik ook eens geprobeerd. Daar reed die melk doorheen bijna. Dus op zich, het zou kunnen, maar het is niet... niet ideaal, hij geeft de hitte niet terug. En dat is wat deze mat wel doet. Dan zal ik meteen eventjes met jullie de shaker met de snoepjes maken. Want ik heb nu mijn fuse nog warm. Kan ik jullie even laten kijken. Ik heb hier ook gewoon op eigen formaten wat snoepjes bij elkaar gelegd en daaroverheen gedacht van, goh, een beetje maten erop aangepast. Dan heb je een leuk zakje voor snoepjes. Ik leg deze even aan de kant, die komt dadelijk weer. Dan gaan we ongeveer, ga ik deze maat wel aanhouden. Dus ongeveer 14. Dus dan zet ik hier weer een lijntje. Bij 14.
En dan gaan we weer fusen. Pak nog goed in beeld. Volgens mij verdwijn ik af en toe. Ik leg hem weer klaar. Nu zit hij weer aan elkaar. En je ziet ook dat als hij goed warm is, dat het wel goed gaat. Gelukkig. Dan heb ik die even bij. Dan wil ik hier aan deze kant ook nog even het leuke randje maken. Dus ik leg hem bijna tegen het einde. Zo. En nu hebben we dus een mooi zakje voor je snoepjes in te doen. Snoepjes heb ik bij de hand natuurlijk. Ja, tropische snoepjes uit de snoepjeskast getrokken. Kijk, dat ziet er toch gezellig uit, of niet? En dan kunnen we hem dichtmaken. Ook leuk om bijvoorbeeld met kerst met een beetje van die schutsneeuw of zo te doen. Rustig fusen we hem aan elkaar. En zo zitten die snoepjes gevangen. Zijn er nog vragen over de fuse? Is alles duidelijk voor iedereen? Het is op zich niet heel ingewikkeld, maar het is gewoon dat je het even gezien hebt hoe die werkt. Knip ik hem hier ook even bij. Ja. Ga ik er geen vragen meer zijn, ga ik hem uit de stroom halen, kan die afkoelen. En dan gaan we verder met het afwerken van de inhoud. Hup hup baba truc. Ik had hier omheen een soort aankleding gemaakt. Met een achtergrondje. Moet ik even mijn blaadje erbij pakken. Even kijken. Dan heb ik hem volgens mij iets te ruim gemaakt. Ja. Nou, dan gaan we even een nieuwe maken. Even precies opmeten hoe groot die is. Zien jullie ook meteen live hoe je zo'n ding op maat maakt. Hè? Dat is 9,5.
9,5 maken we ervan. Je begint dat gewoon gebruiken. Er kan niet veel fout gaan. Af en toe misschien een beetje de vingers ertussen. Maar dat gebeurt ook niet vaak, denk ik. Het is best wel warm, kan ik uit ervaring vertellen. Even kijken. Dan maken we er. Past precies. Snij ik hem hier af. En ik heb hem hier in de brede weg gemaakt. Ik had voor vanavond bedacht om hem hier het strookje te maken. Dus even kijken hoe dat mooi uitkomt. Ik denk dat we hem een centimeter of 2 maken. 3 misschien. Dat is nog leuker, hè? Kun je er nog een strikje of iets dergelijks aanmaken. Heb ik hem gerild. Dan kunnen we hem daar erin plakken. We kunnen natuurlijk eerst eventjes aan de achterzijde een leuk designpapiertje. Ik ga eens eventjes kijken of ik nog een leuk restje heb. Wat een leuk... Het is natuurlijk ideaal om je restjes mee weg te werken. Kijken of dit leuk is. Doe wat tropisch uit. Aan de andere kant hadden we de ananassen. Even kijken wat we nog hebben. Ik kan ook deze erachter leggen. Ik denk dat ik voor de driehoekjes ga. Ik heb een bende, jongens, hier. Alles door elkaar. Gaan we even opmeten. Hij is 12. Dus daar halen we dan iets vanaf. Wordt hij 11,5 bij 9. Hij is 9,5. Haal er iets vanaf. Wordt 9. Dus 11,5 bij 9. Komt mijn apparaat weer. Was te lang, dus we gaan bij 9. Dat is echt goed, hè? Ja. Ja, met de flamingo's. Oh, te laat. Sorry. Gebruiken we die dadelijk. Dan hebben we dit hier mooi voor de binnenzijde. Nog eventjes wat voor het flapje. Het flapje was 3, dus we maken 2,5 bij 9. De lijm. Ik dacht dat bij deze de snoepjes iets meer eruit springen. Zo. Dan ga ik de snoepjes vastmaken. Dat doe ik met de rode tape. Plastic, als je dat met lijm doet, dat gaat vaak zo wiebelen. En dit is vast, is vast. Dus ik plak hier een beetje tape. Die friemelen we er even vanaf. En dan plak ik het zakje erin.
gaan we deze dan erop maken. Vind ik het hier wel leuk, denk ik, als ik deze kant gebruik. Dankjewel, Brigitte. Het is ook altijd erg leuk om zo'n beetje wat aan te frunniken, totdat je wat leuks hebt. Om mijn eigen draai eraan geven. Ik plak aan deze kant ook nog even een stukje tape. Ja, niet is ook erg leuk, inderdaad. Of met een leuk clipje of met een speldje. Met zo'n grote paperclip. Of zelf een paperclip maken, is ook leuk. En die eraan maken. Blijft hij nog niet zitten hoe ik dat wil. Dus ik gooi hier ook nog even een tapeje eraan. Heerlijk, zo'n stevige tape. Even terug naar mijn envelop. Zo. Die zit. Zo heb je hem aan één kant al gevuld, de envelop. Even het kleine zakje. Daar gaan we ook nog even iets achter maken. Even kijken, ik heb hier nog een stukje. Kijken of die past. Hey, kijk eens aan. Kon er wel voor gemaakt zijn bijna. Ik vind het wel leuk om aan deze kant met de... dat had ik ook bij het voorbeeldje gedaan... om hier een labeltje van te maken. Dus ik ga hem eventjes in de label ponsen. Er al eentje. Kijken of die dan nog past. Ja, kunnen we daar mooi een labeltje overheen maken. Even kijken, gaan we daar nog een leuk achterkantje aan maken. Eens kijken hoe het daar met de flamingo's gaat. Ja, dat kleurt wel mooi met de flamingo's. Meten is weten, dus daar gaan we nog een keer. Dus die doen we 6 bij. Wat zullen we maken? 6 bij 6. Dat moet wel genoeg zijn, denk ik. Er komt dadelijk nog een bovenkantje overheen. Zes bij 6. Zo, dan heb ik de flamingo net niet erop. Dat is wel jammer. Maar wel de mooie bloemen. Ook vast. Oh, dan zie je dat hij er zo fantastisch leuk op zit. Maken we die eerst even vast, ook weer met een tapeje. Lekker statisch tapeje. Zo. Nu wil ik er nog een dubbele
Aan de voorkant ook nog zo'n... dat mooi afgewerkt is. Dat je niet meer in de bovenkant van het... waar de fuse geweest is, wat ik geknipt heb, dat je dat ziet. Dus ik ga nog eventjes een beetje afsnijden. Even kijken of dit past. Ja. Gaat die ook in de lepelpont? Ik vind ze zo leuk, die ponten van Vase. Eigenlijk heel snel een hele leuke aankleding aan je creatie ermee. Even kijken. Zo past die beter. Even. De pons staat op de verlanglijst, Miep. Dat maar snel kerstmis wordt dan, toch? Die snijden we af. En dan kunnen we die er zo op plakken. We moeten wat te wensen hebben. Als je alles... vindt de kerstman ook fijn, hè? Zo heb je een leuk labeltje. Hier kun je ook nog een beetje versieren of een strikje. Of nog met eyelets of zo. Dat is ook natuurlijk erg leuk. Ook die kan in onze envelop. Zo. Dan gaan we nog eventjes iets maken voor een cadeaukaartje. Een nieuw stukje papier. Ja, het wordt wel erg vrolijk zo met dit tropical summer papier. Dat is leuk om zo cadeau te geven. Even kijken, ik ga eens even de cadeaubon lenen uit mijn voorbeeldcreatie, zodat we een beetje afmeting hebben. Dat was 12 bij 8. En nu gaan we eens even kijken welk designpapiertje dat we daaronder leggen. Nog vier sterretjes. Die hebben we nog niet gebruikt. Deze. Dat is ook wel leuk. Zeker met zo'n bon. Als het een beetje licht, dan valt de bon ook goed op. Hè? Dus die maken we 11,5 bij 7,5. Ook leuk als je geen cadeaukaart geeft om je bijvoorbeeld een verjaardagswensje op te schrijven of zo. Als je maar... Zo zou de cadeaubon erin passen. Ook nog leuk met een strikje bijvoorbeeld erin vastmaken. Een beetje hemkort of zo. Of langs deze zijde met een leuke strik waar je hem achter zet. Dus die kan ook in de envelop.
zo. En dan gingen we nog een rietje maken. Ik vond het wel leuk om deze keer het rietje te maken met de, nog eens met de cirkelsnijder. Die wilde ik nog wel eens eventjes erbij pakken. Ik weet niet of iedereen de live van vorige keer gezien heeft. Maar ik denk, laten we toch nog heel even vlug voorbij komen. De mooie cirkelsnijder van Vase. Dus ik denk, het is wel leuk als we hier met twee rondjes of zo een leuke lolly van maken. Ik ga eerst beginnen met wit. Plak ik even vast, gezien het papiertje kleiner is als de cirkelsnijder. Dan heeft hij niet zoveel grip om hem vast te houden. Dan vind ik dat wel prettig als ik hem even vasttape, anders rijdt hij me er tussenuit. Ja, de cirkelsnijder is bij mij inmiddels onmisbaar. Ik merk dat ik ook veel meer kaarten met cirkels maak, ook veel makkelijker de cirkels maak. Even snel een cirkel van iets maken rondom een leuk afdrukje of zo. En ik even denk, hoe groot zullen we maken? De cirkel. Niet groot, hè? We beginnen met een cirkel van 3,5, denk ik. Zou die te groot zijn? We gaan gewoon beginnen en dan zien we het wel. Oh, je hebt het lijstje ook al klaar, ben je? Ook een lijstje wat steeds langer wordt. Waar geen einde aan komt. Oh, ik moet het mesje natuurlijk wel even eruit halen. Nou, daar gaat-ie. Oh, die is wel klein eigenlijk. Ik wil hem wat grotere. Ik had verwacht dat hij iets groter zou zijn. Even kijken. Oh, dan gaat hij me schuiven. Wat verloren. Overnieuw. Ben je bijna jarig, Mieke? Of moet je nog even wachten? Zo. De aanhouder wint, hè, zullen we maar zeggen. Ik zal het dan zo op een rietje hebben. Nog een leuk designpapiertje in. Maken we daar. Kijken of we nu wel een flamingo erin kunnen krijgen. Oké, we verstellen hem nu iets kleiner, de cirkelsnijder, zodat we een iets kleiner rondje krijgen. Een soort van, het witte een soort van mat is. Dus even kijken, nou, hop, flamingo in het midden. Kijk aan. Die kunnen we dan leuk zo. Het is ook leuk als je bijvoorbeeld met geel of zo een smiley ervan maakt of iets. Doe ik een klein beetje rode tape weer voor aan het rietje. Dat
die mooie naam plakt. Ook hier geldt plaksel op de plastic van het rietje. Dat gaat zo glibberen en glijden. En dat duurt zo lang voordat dat vast zit. Het midden van het kun je heel goed zien, hopelijk. Hier zit een kruisje in het midden. En daar is het midden, echt de midden. Dus als je precies weet hoe groot je cirkel is en je maakt in het midden, zet je even een puntje als je het uitgemeten hebt en je legt daar dit kruisje op, dan zit je precies in het midden altijd. Dat is echt wel een voordeel van deze snijmachine. Moet ik zeggen dat ik hem zo een beetje saai vind. Dus ik ga nog eventjes kijken of we daar nog wat leuks aan kunnen maken. De aankleding wil ik vanavond niet doen, maar ik vind hem zo wel heel saai eigenlijk. Even kijken. Ik snij gewoon willekeurig een reepje af. Daar knip ik een driehoekje uit. Deze ook. Dan zouden we het zo bijvoorbeeld nog erachter kunnen steken. We kunnen hem nog kleiner maken als het nodig is. Krijg je zo'n soort medaille idee. Knip hem nog een klein beetje af. Hoi Marlon, gezellig dat je nog even mee komt kijken. Nou, ik vind het andersom toch leuker. Ja, fijn schaartje, Petra. Het scharenmysterie. Dan heb je al net iets meer body aan je button van je medaille. Beetje laat, is niet erg. Je kan ook nog terugkijken. Komt nog op YouTube. Zoals je button klaar is. Natuurlijk ook heel leuk om die flamingo van Joycraft. Als je bijvoorbeeld alleen zijn hoofd of zo hier zo nog opmaakt in roze. Even kijken. Ik kan misschien nog een klein beetje op maat knippen. Dat hij wat mooier in de envelop past. Hop. En zo is ook deze envelop gevuld. Nu ga ik hem wel nog even zorgen dat hij dicht kan. Ik heb dan weer de hartstikke super fijne klittenbandjes van Joycrafts voor. Dus die kan ik er nu ook pas opmaken, omdat die nu vol is. En dan weet ik hoe ver die ongeveer dicht komt. Dus het past er nog in. Kijk maar. Dus ik ga er eventjes. Ook deze zijn terug te vinden in de webwinkel. Ik heb alles bij elkaar gezet. Onder het kopje van de Facebook Live van vanavond. Dus jullie kunnen het makkelijk terugvinden. Ik heb ze nu aan elkaar geplakt. Dan doe ik hem eerst hier aan deze kant.
En dan klap je hem zo dicht. Een kaart voor je broertje, hè? Ja, die is ook bijna jarig. Ik ben benieuwd wat je gemaakt hebt. Dit is de envelop van deze avond. Ik zal hem nog even laten zien wat we ook alweer hadden. We hadden de snoepjes met de fuse gemaakt. De lolly. Een shaker labeltje met de fuse en de pailletjes. En een los kaartje voor een cadeaukaart of een wensje of een plaatje of noem maar op. Dit is dus de basis van deze envelop. Je zou hem natuurlijk nog leuk aan kunnen kleden. Hier is nog ruimte voor iets. Je zou bijvoorbeeld zo'n hele mooie grote bloem hierop kunnen plakken. Of iets met een strik. Dan kun je helemaal naar eigen wensen invullen. Ik zal de voorbeeldenvelop nog even erbij pakken. Even alle spullen bij elkaar zoeken. Dit was de voorbeeldenvelop met een ster. Kaartje voor de cadeaukaart. Nu ben ik mijn pailletten dingen al kwijt. Mijn label. Hier is die. En de snoepjes voor aan de andere kant. Dan heb je eigenlijk in hele korte tijd een heel leuk cadeautje. Dat is ook echt een cadeautje als je zo mee kunt nemen. Een hengeltje eraan, heb je een tasje. Een cadeautasje, in plaats van een envelopje. Zijn er nog vragen over deze creatie? Alle spulletjes zijn, zoals ik al zei, terug te vinden in de webshop. Boekensteuntje webshop.nl. Als je online bestelt, dan kunnen we het verzenden. Je kan het ook opkomen halen in de winkel. Schrijf even in de bestelling erbij in welke winkel je het wil komen ophalen. Of je in Reuver, in Echt of in Tegelen wil komen. Dat is wel zo handig met de klaarleggen natuurlijk voor ons. En voor jullie ook. En dit was de live weer van vanavond. Het vakantieseizoen is afgesloten, dus we gaan er weer tegenaan. Morgenavond is de Ladies Night. Ik hoop jullie allemaal te zien. Gezellig en echt. Met een mooie demo van Mali. We hebben een leuke tombola. Een hapje en een drankje. Gezelligheid dus. Ik wens jullie voor nu nog een fijne avond en wie weet tot morgen. Doei!